This is it. Here I stand. I'm the light of the world. Welkom beste mensen en buitenaardse wezen bij ons ontspannende, maar sequel door een programma. Morgen gebeurt het. Het is het einde. Vandaag verwelkom ik dokter professor Erik Kork en professor dokter meneer Spook. Vandaag gaan we het hebben over onze laatste dag. Niet echt verontrustend, hè, maar we kijken langs de positieve kant. We gaan allemaal naar de hemel. Oké, mensen, ze kunnen nu elke minuut binnen geteleporteerd worden. Hier is hij dan, dokter meneer Kork. Geef hem een overdovend applaus. Dank u wel en goede avond, beste kijkers. Sorry dat ik eruit was, maar mijn jumbojet, ik had geen plaats om te parkeren. Dat gebeurt wel vaker met 40 miljard mensen op de wereld. Het is niks, meneer Kork. Wij vergeven het u. Dus, meneer, u bent dus toch afgestudeerd in Deelbeek, is het niet? Ja, 1000 jaar geleden ben ik afgestudeerd op de wetenschappenrichting. Dan heb ik 100 jaar in een koelcel gelegen, dus ik ben gestorven op 95. En dan ben ik eruit gehaald en heb ik 800 jaar, nu leef ik 800 jaar en door al die plastische chirurgie zie ik er al wel als een kind van 15. Dus u bent een van de veel wetenschappers die een theorie heeft ontworpen over het einde van de wereld. Hoe luidt deze? Ja, de Maya's zelf is een theorie dat de wereld ging vergaan in 2012. Ik heb een theorie dat die gaat gaan in 2009, gaat ondergaan. En hoe kunt u deze verklaren? Wel, de koeien, die laat scheten en in scheten zit CH4 en die CH4, dat zijn dus broeikaseffecten. En die broeikaseffecten die zorgen dus voor een gat in de ozon, waardoor dat de polen gaan vernietigd worden en de wereld gaat opblazen. Ah, ik kreeg net een gedachtenlezing binnen van meneer Spook. Hij komt erin. Hier is hij dan, onze verwachte gast van vanavond. Spook, applaus alstublieft. Dank u, collega. Ja, hallo iedereen, ik ben dus meneer Spook. Ja, ik kom juist van Pluto en er was een klein probleem met de transformator en daarom ben ik een beetje later. Maar ik ben er dus en het probleem is opgelost. Dus meneer Spook, u bent dus astronaut? Ja, ik ben astronaut. Ik vlieg al 3 jaar voor de NASA. Ik was de eerste man op Pluto, Mars en Uranus. Interessant. Dus u heeft ook een theorie ontworpen over het einde van de wereld? Ja, inderdaad. Nu, zoals mijn collega hier zei, is het opwarmen van de aarde, dat de ozonlaag dus vernietigd wordt door onze giftige gassen, is gedeeltelijk juist, maar eigenlijk, na onderzoek in het verre universum, hebben we ontdekt dat ons melkwegstelsel nu in een warmer deel zit van het universum dan de andere. Namelijk, het universum is ingedeeld in verschillende warmere en koudere delen. Nu, ons melkwegstelsel is in zo'n warm deel aan het gaan, dus de volgende 10 à 100 jaar zal het nog warmer worden, maar daarna zal het dus weer afkoelen en is er een kans op nog een ijstijd. Dus volgens u komt er een heel warme golf aan, ja, weer een nieuwe juistheid. Ja, inderdaad. Maar dat wil niet zeggen dat we natuurlijk niet onze giftige gassen moeten minderen. Dus we moeten wel altijd zorgen dat we minder giftige gassen zoals CH4 en CO2 gaan produceren. Ja, dit kan natuurlijk door op auto's op elektriciteit laten rijden, maar elektriciteit dat vraagt ook energie. En dan komen er weer giftige gassen in onze ozon terecht. U kunt ook nog altijd op waterstof beginnen rijden, maar ja, waar gaan we al dat water vandaan halen? Ja, oei. Heeft u hiervoor een oplossing kunnen bedenken? Ja, ik ben daar nog altijd sterk over bezig, maar nu kan ik alleen een tip geven en dat is minder giftige gassen produceren. Angstaanjagend, daar ruik ik van. Dus bedankt voor jullie komst en ik ga jullie van u maar troosten, want de tijd is nabij. Bedankt, ja. Zo, dit was onze laatste uitzending en de laatste keer dat u mij ziet. God nooit meer en heb een mooi einde.
love, there's no other.